Oké, mijn naam is Menno de Roo. Ik ben mede-organisator van Montmartre Oost-Resselen. Hier in Oost-Resselen en achter mij zie je het beeld van hoe het Montmartre eigenlijk uitziet. Het is een beetje een schilderij, maar goed, je ziet de tentjes en de kunstenaars. En dat is ook als het bedoeld is op het Montmartre, zoals het Montmartre puissant is. Onze markt, we noemen het eigenlijk geen markt, het is dus een festival, is uniek. De kunstenaars komen, ze zetten een tentje op, ze zetten een ezel neer, ze gaan schilderen. En voor de rest zetten ze wat schilderijen neer om te verkopen. En die formule, die willen we graag zo houden. Alleen, we merken wel dat na 14 jaar de formule een beetje sleets wordt. En we willen toch een klein beetje een verandering. Noem het maar Montmartre 2.0. We willen het dorp er ook meer bij betrekken. En voor de toekomst willen we dus iets anders, maar wel met dezelfde formule. En om het geheel op het Montmartre te laten lijken, denken we dat het ook goed is om een Moulin Rouge neer te zetten. En een centrale plek op de Brink en ook een plaats voor een podium, muziekpodium of muziek of iets anders. En dan willen we daarnaast, dus naast het festival of daarna, een Franse avond organiseren voor het dorp. En daar speelt de molen natuurlijk ook een rol in. Met lampionsverlichting en de bomen en zo, dat het dus echt een Franse avond wordt. Dan, dat willen we veranderen en ook met het doel op saamhorigheid. En alles wordt dan gemaakt en verzorgd door vrijwilligers. De Moulin Rouge, dat moet een demontabele molen worden. En die moet opgeslagen worden. Het bouwen van die molen en het afslaan van die molen, dat gebeurt door vrijwilligers. Alleen het materiaal, dat is even een dingetje, daar hebben we geld voor nodig. Begroting, die komt bij ons altijd tot stand door sponsoring. Sponsoring door fondsen uit het dorp. Ook door de vrijwilligersbijdrage van de deelnemers. En al met al, ja, het is geen vetpot, maar we komen er net mee rond. Arbeid wordt altijd helemaal verricht door de vrijwilligers. En daarvoor doen we dus een beroep op het Stimuleringsfonds.